Wat volgt, vindt ze het mooiste moment van iedere film. De seconde voor het allemaal begint. De zaallichten die uitgaan, de nieuwsgierige ogen die op het nog blanco doek gericht zijn. In dit ogenblik, dat vervliegt zodra de eerste beelden oplichten, draagt de film een grenzeloze belofte in zich. Je weet wat er komen gaat, maar het doek kan nog elke gedaante aannemen. En toen, eindelijk, kwam ik in beweging en ik sloeg mijn tas over mijn schouder. Althans, zo is het vastgelegd. Volgens u gebeurde het om 5:45 en wie ben ik om daaraan te twijfelen? Op dat tijdstip liep ik weg alsof me iets belangrijks te binnen was geschoten. Mijn tempo ineens opgeschroefd, mijn blik vooruitgericht. Als eerste scheen het zelfbewustzijn te verdwijnen. Sommigen kregen snerpende koppijn, bij anderen ontstond er juist lichtheid in het hoofd. Alle spieren werden aangespannen. Van teen tot kruin was er kippenvel. Vervolgens schenen de heftigste emoties op te komen. Heen en weer stuiterend tussen uitersten. Zoals Roy zich voorstelde dat het moest voelen, vlak voor je stierf.